En welkom bij deze nieuwe video. Vandaag heb ik weer een adventkalender unboxing. Ik ga vandaag een kalender unboxen van de Douglas. Douglas heeft een aantal adventkalenders. En ik ben voor de make-up adventkalender gegaan. Omdat ik persoonlijk gewoon heel erg hou van make-up. Als jij nou heel graag een andere kalender van hun wilt zien, laat het me maar weten. Want dan bestel ik die ook. Maar voor vandaag heb ik dus de make-up adventkalender besteld. Met allemaal make-up van hun erin. Ik weet ook niet wat erin zit. Dus ik ben echt super benieuwd. Ik ben ook heel enthousiast. Want ja, make-up maakt mij gewoon altijd heel enthousiast. En ik ben gewoon overal heel erg benieuwd wat deze kalender te bieden heeft. Ja, ik weet niet zo goed wat ik ervan moet verwachten. Dus ja, laten we gewoon snel beginnen. Vind je de video nu al leuk? Vergeet niet te liken en te abonneren. Zo blijf je op de hoogte van mijn 4 video's in de week. En dan gaan we snel beginnen met de video. Dit is dus de adventkalender. Hij is helemaal verpakt met inpakpapier. Heb ik niet om gevraagd. Hebben ze gewoon automatisch gedaan. Ik had 2 kalenders bij hun besteld. Ik had ook de NYX adventkalender besteld. Staat al op mijn kanaal. En er staan ook al een heleboel andere adventkalenders. Kalender unboxes op mijn kanaal. Die je ook kunt gaan bekijken als je dat nog niet hebt gedaan. Maar vandaag is het dus deze. Dit is tot nu toe de kleinste adventkalender die ik heb. En het is een boxje. Het is een vierkantje. En dat is ook apart, want geen enkele adventkalender is zo. Dus ja, ik ben heel benieuwd. Laten we hem gewoon gaan openen. Ik vind het wel echt heel leuk dat ze hem hebben ingepakt. Oh, ik zal ook heel even snel vertellen wat ik op mijn lippen heb en zo. Want dat vraagt altijd iedereen. Heel deze make-up look heb ik gemaakt voor Instagram. Het is weer een hele heftige make-up look, zoals je kunt zien. Heel veel rood. Op mijn lippen heb ik deze lipstick van Milani op. Een hele mooie rode lipstick. Hij is gewoon mat. En dit is in de kleur 68. Mat Iconic. Echt een prachtige matte lipstick. Die er ook echt niet afgaat. En dat vind ik echt geweldig. Oké, nou dit is dan de box. Ik vind hem echt super cute met zo'n strikje. En er staat hashtag do it for you hierop. En make-up. Dus dat je echt weet dat dit de make-up adventkalender is. Voor het geval je er een aantal koopt bijvoorbeeld. Lovely adventkalender van de Douglas. Ik ga ervan uit dat er alleen maar make-up in zit van hun Douglas make-up merk. Maar misschien ook wel andere merken, maar daar ga ik niet echt van uit. Het was ook wel een vrij betaalbare adventkalender. Oh, er zit ook dit bij. Wat is dit dan? Een boekje. Oh, hierin staat een uitleg van alle producten die erin zitten. Maar ik wil echt niet weten wat erin zit. Want zoals altijd wil ik weer worden verrast. Deze heeft volgens mij ook weer gewoon 24 vakjes. Daar ga ik wel van uit. Het staat er volgens mij niet op. Maar ja, normaliter is het gewoon 24 vakjes. Tot nu toe was de enige die 25 vakjes had. De adventkalender van de Body Shop. Die was ook echt super duur, dus dat begrijp ik wel. Voor de rest hebben alle kalenders die ik tot nu toe heb unboxed 24 vakjes. Want het is de bedoeling dat je in december elke dag één vakje openmaakt van 1 tot 24. Dus tot aan kerst. En kijk, je moet hem dan zo openmaken en dan is hier de hele kalender. Zien we dit? Heel erg leuk. Ik vind het echt wel gewoon een leuke aparte verpakking. Een beetje toch net iets anders dan andere normale adventkalenders. Dat maakt wel apart. Ik vind hem wel klein, dus ik denk dat we heel veel minis gaan krijgen. But we will see. Laten we gewoon beginnen met vakje 1. Die is hier. Ik kan deze kalender alleen niet zo goed vasthouden. Oh my god. Oké, laten we gewoon beginnen met vakje 1. Die is hier. We hebben een nagellakje. Ik vind het wel echt een prachtige kleur. Heel mooi lichtroze, nude. Er staat verder geen kleurnaam op, maar ik vind de kleur wel echt prachtig. Maar ik gebruik geen nagellak, want ik heb acrylnagels. Dus alles wat ik niet gebruik gaat in de winactie of naar mijn moeder. Deze gaat denk ik gewoon in de winactie. Ja, of naar mijn moeder. Ik denk dat zij zo'n kleur wel mooi gaat vinden. Ik ga vragen of ze die wil. En anders gaat die in de winactie. Vakje nummer 2 is hier. Ik heb per ongeluk dit opengemaakt, maar dit moet gewoon dicht eigenlijk. Vakje nummer 2 is best wel groot. Wattenstaafjes. Ik ga stuk. En jongens, we hebben gewoon letterlijk wattenstaafjes. Ik ga stuk. Deze hebben zo 2 kanten. Zo hier is een meer puntige kant. En hier is een meer platte kant. Maar ik vind het wel apart. Nou, ik vind het niet echt een top product. Maar ik vind het wel handig. Want ik gebruik deze altijd. Dus dan heb ik nou een beetje extra. Oké, waar is nummer 3? Dit is weer zo'n adventkalender waarbij ik geen enkel nummertje kan vinden. Ik denk nog een nagellak. Nummer 3 is hier. En het is een beetje in de vorm van een nagellak. Dus ik hoop het niet, maar ik denk het wel. Nou, geen nagellak, maar wel een nagelolie. Kijk, dit is een nagelolie voor je nagelriemen. Die gebruik ik ook niet, dus die gaat ook weg. Ik ben al bij dag 3 en ik heb nog geen enkele make-up product gekregen. Dus, terwijl dit is een make-up kalender. Dus ik hoop wel dat de rest gewoon make-up gaat zijn, hoor. Oh, hier heb je ook nog vakjes. Oh my god. Hier is nummer 4 verstopt. Die is zo lang en dun. Ik ben benieuwd wat dat is. Een potloodje. Wat is dit? Douglas Longwear Lip Liner. Oh, dat vind ik wel leuk. Kijk, we hebben een lippotloodje. Dit is de kleur. Een beetje donkerrozig. Ik hoop wel dat er in deze kalender nog een lipstick zit waarbij deze past. Want dat zou wel echt top zijn. Volgende is nummer 5. Die zit hier. Denk een matte liquid lipstick.
Ja, kijk, een rode matte liquid lipstick. Dat is leuk. Ik moet wel echt zeggen, mensen, deze hele kalender valt uit elkaar niet te doen. Ook dit gaat helemaal zo naar binnen. De kwaliteit is niet echt toppie. Dit is een satijnen rode matte liquid lipstick. Welke kleur is dit? Ambitious Queen. Even openmaken, dan kunnen we swatchen. Past wel mooi met de look die ik nou op heb. Oh, het is niet echt rood. Het is een beetje oranje. Kijk. Het is een beetje een rood met een oranje ondertoon. Oké, hij is ook niet heel mat. Het is echt een satijnen finish. Oké, long lasting liquid lipstick. Dus hij blijft wel lang goed zitten. Oké, dit vind ik leuk. Oké, ik heb gewoon even met plakband deze kalender weer hier vastgezet. Want hij viel heel uit elkaar. Nummer 6 is hier aan de voorkant. Hier. Dus nummer 6. Echt jongens, alles valt uit elkaar. Nummer 10 valt nou ook bij nummer 6. Dit is echt annoying. Dit is echt de meest annoying adventkalender tot nu toe. Zelfs de kalenders van 10 euro van de Action waren niet zo irritant. Oké, we hebben nog een potloodje. Dit is een eye pencil, een zwart oogpotloodje. Altijd handig om te hebben. Ik moet wel zeggen, ik heb genoeg zwarte eye pencils. Dus deze ga ik niet echt gebruiken. Dus deze ga ik in de winactie doen. Nummer 7 is hier. Oh. Ik weet gewoon niet hoe ik dit goed moet vasthouden. Oh my god. Nummer 7 is dus hier. Een vierkant blokje. Wat is dit dan? Een puntenslijper. Een puntenslijper. Ik moet wel zeggen dat ik die moest hebben. Want die van mij is kapot. Kijk. Ik heb er al eentje. En hij is echt helemaal kapot. Dus het is niet iets heel leuks. Maar het is wel iets wat ik nou toevallig moest hebben. Dus hier ben ik gewoon blij mee. Deze ga ik nou hier doen. En dan ga ik deze weggooien. Waar zijn we nou? Wat was nou die van net? Was dat 7? Volgens mij wel. We gaan verder met nummer 8. Nummer 8 is hier in het midden. Ik ben benieuwd wat hierin zit. Want het is klein en rond. Creamy Eyeshadow Base. Oogschaduw primer of zo. Het komt er ook gewoon echt niet uit. Oh my god. Hij wilde gewoon echt niet uit. Wat een gezeik. Eindelijk is hij eruit. Oh my god. Oké, een creamy eyeshadow base. Is dat dan als een soort van oogschaduw primer of zo? Alles is ook helemaal zo irritant verpakt met allemaal van die stukken plakband en zo. Dit is wel echt de meest irritante kalender tot nu toe. Ja, ik denk gewoon echt een oogschaduw base. Het is ook gewoon zo'n nude kleurtje. Voor onder je oogschaduw is wel handig om te hebben in principe. Ik gebruik ook altijd oogschaduwbasis. 9 is hier beneden. Oké, zo'n, hoe heet dit? Hoe heet dit ook alweer, Sarah? Ik ben de naam vergeten van hoe dit heet. Maar je kunt hiermee zo poeder aanbrengen of wat dan ook. Ja, ik gebruik dit soort prul niet. Ik vind het echt gewoon een beetje, we moeten de kalender opvullen, prul. Volgende is nummer 10. Waar is nummer 10? 10 is weer bij de voorkant. Is heel lang en dun, dus vast weer iets van een potloodje of zo. Oh, een kwastje. Kijk, het is zo'n schuin afgesneden kwast. Als je zo'n kwast nog niet hebt, is dit oprecht wel gewoon handig. Ik heb die al, dus ik heb hier niet veel aan, maar ideaal voor eyeliner. Nummer 11 is ook hiervoor. Die is een beetje groot, dus ik hoop dat hier wel gewoon iets leuks in zit, want tot nu toe... Oh, een losse oogschaduw in een nude kleurtje die niemand wil. Kijk, het is een glanzende nude kleurtje, losse oogschaduw in de kleur Glorious. Dit is wel echt zo'n kleur die echt bijna niemand gebruikt volgens mij. Dit is echt zo'n kleur die je bijna niet eens ziet op je huid. Ik denk dat dit wel een ideale kleur zou zijn voor onder je wenkbrauw een beetje om te verlichten of in de binnenste ooghoek, maar... Ik vind het niet echt een topkleur. Nummer 12 is ook hiervoor. Ook een beetje dunnig en langig. Nog een potloodje. Oh, wat is dit alweer? Voor de wenkbrauwen. We hebben een wenkbrauwpotlood. Potloodjes, wat het ook is voor wenkbrauwen, lippen, ogen, maakt niet uit. Het is een van de meest cheap-ass make-up producten die je in een adventkalender kunt doen. Dus ze hebben gewoon allemaal dit erin gedaan. Want dan kunnen ze het gewoon nog wel een make-up adventkalender noemen. Terwijl je niet echt heel veel leuke make-up krijgt. Tot nu toe is het enige wat ik echt leuk vind deze lipstick, lipgloss. Want hij glanst nog een beetje. En voor de rest denk ik bij mijn eigen ja. Nummer 13. Waar is nummer 13? Hier. Nummer 13 is hier. Is ook weer een beetje langig en dunnig. Oh, een mascara. Eindelijk iets leuks weer. Ook echt gewoon een full size mascara. Daar ben ik wel happy mee. Als dit nou een mini mascara was geweest, dan... was ik echt hier uit het raam gesprongen. Volume Obsession. Volumizing mascara. Top, dit vind ik leuk. Nummer 14 is hier, is rond en klein. Got to be shitting me. Een haarelastiekje. Nummer 15, die zit hier. Oh jongens, deze kalender is echt niet leuk. We hebben gewoon weer een domme nagellak. Een bruine nagellak, oké, leuk.
Ik wil meer make-up. Als ik een make-up adventkalender koop, vooral als een merk meerdere adventkalenders heeft en ik ben gegaan voor de make-up adventkalender, wil ik niet nagellak zien, wil ik niet zo'n domme puff zien, wil ik al helemaal niet een haaraccessoire zien. Ik wil gewoon alleen maar make-up zien. Al is het een mini-versie van iets, doe dan gewoon een mini-versie van iets in plaats van allemaal dit domme prul. I can't. Oké, waar zijn we nou? Door allemaal geklaagd ben ik nou vergeten waar we zijn. Ik denk 16. Oké, die is groot. Die is zo groot en rond. Ik ben benieuwd. Een spiegeltje. Jongens, ik ga echt gewoon deze hele video gewoon klagen. Ik ga gewoon deze hele video lang klagen. Nummer 17. We gaan richting het einde. Dus ik hoop dat dat het beter zal gaan. Maar vast niet. Dit is ook weer zo lang en dun. Als dit weer een potloodje is, jongens. Ja. Het is weer een potloodje. Wat hebben we hier? Een lip liner. Op zich vind ik de kleur wel heel mooi. Het is zo'n beetje een nude kleurtje. Ja, de kleur is wel echt prachtig. Oké, hier ga ik niet per se over klagen. Dit vind ik wel leuk. Dit is wel iets wat ik zou gebruiken in de kleur Rosy Petal nummer 3. Hier is nummer 18. Dit. Ik weet niet wat het is. Highlighter stick. Oké, jongens, ik wil hem niet openen, want ik weet dat ik dit niet ga gebruiken, want dit soort producten gebruik ik nooit. Dus ik wil hem in een winactie doen. Maar op zich vind ik dit wel leuk. Een highlighter stick om zo een beetje een glow aan te brengen snel. Is heel makkelijk als je gewoon niet te veel tijd hebt en dat soort dingen. Kun je het gewoon makkelijk aanbrengen. Dus dit vind ik wel leuk, ondanks het feit dat ik het niet gebruik. Nummer 19 is hier. Is een beetje zo'n ufootje of zo. Wat is dit weer voor dom iets? Ik weet niet wie bij Douglas dacht dat dit goede producten zouden zijn voor een adventkalender. Maar nee, ik weet niet eens wat het is. Nummer 20, die is hier. We zijn bijna klaar, jongens. Oh my god, deze is wel groot, dus ik ben benieuwd. Oeh, dit is leuk. We hebben een kleine oogschaduwpaletje. Dat is wel echt top. Dat vind ik wel echt heel leuk. Kijk, hier achterop staan de kleuren ideaal voor herfst. Het is een mini Best of Colors eyeshadow palette. Ik ga hem even openmaken. Eindelijk weer iets leuks. Kijk, dit is dan het paletje. Ook zo klein, handig voor to go. En ook echt leuke kleurtjes. Dit zijn echt kleuren die de meeste vrouwen wel gebruiken voor everyday of zo. Ideaal voor de herfst, winter. Dit vind ik echt leuk. Je hebt ook matte kleuren. Je hebt twee matte kleuren en de rest is allemaal glanzend. En je kunt dan eventueel deze kleur ook erbij doen. En dan gewoon een hele ooglook creëren. Dus dit vind ik heel erg leuk. Een heel oogschaduwpaletje zie ik niet heel vaak in adventkalenders. Dus dat vind ik wel heel leuk. Maar ja, als je de helft van de adventkalender al hebt opgevuld met echt letterlijk prul. Dan snap ik ja dat je dit erin kunt doen. Nou, de laatste zijn meestal de leukste. Dus ja, we gaan nou naar 21. Die is hier. Nog een nagellak. Oh. Nagellak hoort toch niet bij make-up? Hoort dat officieel bij make-up? Ik vind niet dat dit bij make-up moet horen. Maar oké. We hebben een beetje een mintgroenige nagellak. Nou, deze kalender is zo kapot gegaan dat ik gewoon niks meer kan vinden. Waar is 22? Nummer 22 is echt een hele, hele mini beauty blender. Dit hadden ze echt wel gewoon kunnen doen in een normaal formaat. Dus ook hier ben ik niet heel blij mee. Hij voelt ook best wel hard aan, dus... Oh mensen, ik ben echt aan het klagen. Oh my god. Het is echt de slechtste kalender tot nu toe. 23, die is hier. Die is ook weer best wel groot. Dus ik hoop dat daar weer iets goeds in zit. Nee. Een klein doekje om je gezicht mee schoon te maken of zo. Hoeft ook echt niemand. En dan de laatste, nummer 24. Ik hoop dat die goed is. Meestal is de laatste de beste. Oké, nou nog een full-size mascara. Dat vind ik wel top. Dan heb je nou twee full-size mascara's. Daar ben ik wel blij mee. En dat was het dan, jongens. Dan is de hele kalender leeg en helemaal kapot. Nou, dit was dan de hele Douglas Makeup 2020 adventkalender. Ik denk niet dat ik nog hoef te vertellen wat ik ervan vond. Ik vond het echt een hele slechte kalender. De hele kwaliteit überhaupt van de hele kalender is gewoon heel slecht. Hij valt helemaal uit elkaar. En de inhoud, ik vind het niet echt make-up. Ja, als ik echt voor een adventkalender ga die echt is gericht op make-up, waar echt op staat make-up, dan wil ik niet 20 nagellakjes, dit, zo voor de haren, dit soort dingetjes. Het is echt een beetje opgevuld met prul. Het enige wat ik wel leuk vond was dit paletje en deze lipgloss en de twee mascara's. Maar het is zo weinig wat ik echt leuk vind hierin dat ik ja niet echt mijn geld hier aan zou besteden. En hem ook niet per se aan jullie aanraad. Dus ik hoop dat de andere Douglas kalenders beter zijn. Want ja, dit vond ik echt helemaal niks. Nou, vond je ondanks allemaal geklaagd deze video toch leuk? Vergeet dan niet te liken en te abonneren. Ik plaats hier ook nog twee video's in beeld die je ook kunt gaan bekijken. En mijn gezicht hierboven om te abonneren. En dan hoop ik jullie weer snel terug te zien bij de volgende video. Doei doei!